namen zijn excellentie Ronnie Brunswijk voor het houden van zijn toespraak. I have the profound privilege to invite the Vice President of the Republic of Suriname, His Excellency Ronnie Brunswijk, for his address. Excellency. Diep bedroefde familie, vrienden en kennissen, in het bijzonder echtgenote mevrouw Henna Sarju Ramdas en dokter Warsha Torilal Sarju en gezin. Allen hier aanwezig, delegatie, ministerdelegatie uit Guyana. Mimati Dilop Sarju. De Iron Man is heen gegaan. Suriname heeft een grote zoon verloren, een vriend van velen en doorgewinterde ondernemer, een politicus, maar meer nog een zorgzame echtgenoot, vader en grootvader. Ik ken Dilip Sarju als vriend. Ik kende Dilip Sarju als vriend, zakenman en politicus. Mijn hechte vriendschap met hem zal met zijn heen gaan, niet vergaan, maar zal verankerd blijven in mijn leven. Dilip is een man voor wie ik respect, bewondering en waardering heb gehad. Zijn veelzijdigheid in denken en handelen hebben me verrijkt in mijn visie op politiek Suriname. Minstens, zeg maar, één keer in de maand ging ik naar de heer Sarju toe om over allerhande actuele onderwerpen te praten. Ik zal deze dagen van lange en leerrijke discussies met hem over politiek en de richting die wij moeten opgaan voor ontwikkeling van ons land Suriname wel missen. Deze vele politieke sessies hebben absoluut bijgedragen aan mijn politieke carrière. Als partijvoorzitter van de ABOP ben ik de heer Sarju dankbaar voor zijn wijze politieke lessen aan mij. De heer Sarju was een groot denker, iemand die grensoverschrijdend kon denken en handelen. En ook al zat hij niet in de regering, het ging er bij hem om de ontwikkeling van het land. Leven geven is elkaar ontmoeten in de warmte van het hart en geloven dat ontmoetingen niet zomaar of per toeval zijn. Ik geloof daarom dat mijn ontmoetingen met mijn vriend Dilip Sarju ook niet zomaar of per toeval zijn geweest. Dilip, God heeft je lichaam weggenomen, maar niet de wijze lessen die je mij heb meegegeven. Dilip Sarju, een man met grote ideeën, met grote ambities en een zakelijk instinct. Als salesman legde hij zijn koers vast. Hij heeft vanaf toen zijn pad geplaveerd naar succes. Door zijn standvastigheid, trots en zelfvertrouwen is hij uitgegroeid tot een groot zakenman met een groot aantal bedrijven in binnen- en buitenland. Een waar voorbeeld voor velen onder ons. Een groot leider, een strateeg, een man met visie
en liefde voor Suriname. Daarom verdient hij het ook om met staatseer geleid te worden naar zijn laatste rustplaats. Dilip Sardju, de Heer heeft jou tot zich geroepen. Ik zal voor eeuwig afscheid van jou moeten nemen, maar ik zal nooit afscheid nemen van wie je was en wat je voor mij betekend hebt. Ik ben dankbaar dat ik jou als vriend mocht hebben. Dilip, wakaboom, thank you. One day, if God wani, usamiti baka. Mevrouw Henna, Dr. Warsha en alle families, vrienden, dank u voor het willen delen van Dilip met ons en met Suriname. Mogen de Almachtige u bijstaan in deze droevige dagen. Rust zacht, vriend Dilip. Een goede reis.